3.320.000.000 neuronen in die schedel van u. Kan ik een pintje krijgen? Nee, maar we hebben samen nog in de klas gezeten, dus we zijn heel blij dat we hier zijn vanavond. Ja. Ik noem hem ook Marky. Dat was wel in de... Hij gelooft in de reïncarnatie. Serieus? Ik heb met mijn zin gevrozen, denk ik. Krijg jij het warm van? Koorts. Praatprogramma. Ja. Ik ben eigenlijk niet zo'n prater. Filip, geef toe. Ik ben een zwijger. Ja. Ja. Laten we dat eens proberen. Ja. Dino, ik denk dat jij ook wel een soort van last van hebt. Chlamydia. Niet vreemd gaan. Nee. Ik moet wel de enige vrouw in zijn leven zijn. Dat is wel belangrijk. Ja. Maar verder... Ja. Wit. Kinderen, dan zeg je zo ongecontroleerd scheldwoorden begint te roepen. En dat was plezant, want die had ook dyslexie. Dan zie je een nieuwe dag tegen maar een bom aan het roepen. Hoi, zakkloot. Laps meer. Maar een bom aan een nieuwe dag terug. Ik zie niks niet meer. 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 Moet ik misschien even uitleggen? Maar een bompa die was blind en dement. Want die vergat altijd dat een blind was. Dan blijf erbij zien. Heb je een bril trouwens? Hij bedekt een groot deel van uw gezicht. Dus weet jij dat ze een stalker noemen met skistokken? Een Nordic stalker. Hoe noemt een Mongool dat in een diepje zit? Down. Ik ben op Mauritius dodo's. Ja. Dat is echt waar, dat is geen mop dat ik kan vertellen. Die leven op Mauritius, die hadden geen natuurlijke vijanden, tot als de Hollanders op Mauritius zijn gekomen. Dus ze denken dat die vrijwillig zijn uitgestorven eigenlijk. Niet zo vaak in pretparken neem ik aan. Nee. Jij, Jean? Ik ben een pretpark. Ja, dat... Heel lang aanschuiven voor een heel kort ritje. Ik ben leger geweest, Filip. Ik ben afgekeurd op mijn achternaam. Tatoeages, Julie? Eén snoep met een arm hier. Philippe en Annick forever. Oh. Dus de vrouw je toch niet, Annick? Nee, mijn vrouw kon daar niet mee lachen. Mijn vrouw heeft wel zo, op haar, zo aan de binnenkant van haar benen zo een schelp laten tatoeëren. En dat gehoor erop ligt, dat riekte de zeer. Neem jij downers of slaap je vlak voor je opgaat? Of wat doe jij om zo weinig energie uit te stralen? Niks eigenlijk. Nee. Een vrouw? Ze moet slim zijn, ze moet lief zijn, goed in bed. En ze moet tegen mijn vrouw kunnen zwijgen. De schaal van Geubels het gevonden. Tine kreeg een 9 op de schaal van Geubels. Ah, en waarom geen 10? Omdat je kleren... Doe open die sixpack en zet je klaar daar voor de tv, want niets is zo leuk als de mensen, de drie godverdoemde fucking mensen, een klootzak. Ja. Miljarden. Ja. En dat is het verschil met Luc Appermoe. Ja. Kunnen we straks, nu moet het niet, maar straks de camera, het lampje. Ik zie het lampje nooit niet. Ja, steek het op de camera. Nee. Zijn jullie gelovig? Nee, zeker. Ik zie mezelf wel een beetje als een Christusfiguur. Ook omdat ik altijd met dat gigantisch kruis moet rondlopen. In mijn eigen voet. In mijn eigen voet, inderdaad. In eigen voet schieten. Hebben jullie wel eens gedaan? Ik schiet altijd in een zakdoek, Erik. Ja, Afrika, jij bent er geweest, hè? Zeker. Stanley's route, ja. Yep. Het programma, hè? Vond je het leuk? Geen Stanley's route, nee. Dat ziet dan. Ah, nee, dat is juist. Nee, wat is dat programma nu weer? Ja. Nou, ik weet het ook niet meer. Hoe heet het dan weer? Wacht, nee, nee. Livingstone. Ja, nee, ik neem. Nee, Filip, ben jij al in Afrika geweest? Nee. Een mopje, hè. Sorry, sir. Zeg nog maar. Mag ik neem? Ja. Filip, ben jij al in Afrika geweest? Ja. Nee, nu terug serieus. Hè. Afspraak dan, geen moppen meer over mijn tanden, oké? Okay? Nee, het is te veel afgesproken. Ja. Mag ook niet, hè. Moppen maken over iets dat al dood is. Nee.
liep zo met de schoonouders samen? Nee, mijn schoonmoeder is overleden. Oh, ja, oké. Okay. En wat had ze dan? Wat dat ze had? Ja. Niet veel, wat geld, wat juwelen. Een mail tussen die twee zwarte vrouwen die ziet, ja? Ik krijg goesting in Oreo's. Wat vinden jullie belangrijk bij een eerste date? Dat mijn vrouw er niet bij is. Ik keer niet om reclame te maken voor mijn DVD, die er nu in de winkel is, 19,99 €. Ik vind het nog altijd een toffe. Dank je wel. En je ziet er ook goed uit. Dank je, Filip. Ja, mannen kunnen alles wijs maken. Van het begin, zou jij met Roos van Akker oud willen worden? Ja. Je zit al oud. Jullie kunst in huis. Mijn vrouw begint er wel meer en meer als een Ruben zo te zien. En hier is het dan plezant dat ze ermee lachen, maar ik moet ze beter naar huis. Je hebt ook een band, hè? Maar vooral, ja. Wij zien elkaar graag. Dat zie je. Ja. Dat is waar. Dat is waar, hè, Filip? Als ik 60 jaar ouder zou zijn, ik zou het wel weten. Ik kan drinken of zo. Ja, ik weet het niet, Filip. Nee. Moet werk en privé moet je gescheiden houden, vind ik. Oké. Misschien iemand van jullie dat iets wilt gaan drinken? Goed. Aan die afschaffing van de slavernij kunnen dat eruit knippen, want mijn kusvrouw die weet dat nog. Ik ben vooral zot van pita. Als er 30 jaar geleden iemand had gezegd dat er in elk dorp een zaak zou zijn, waar dat er onder een gigantische vleeswolie vlees hangt, waar dat ze dan met een scheermachine die lappen vlees gaan afvallen, dat toch niemand niet gelooft. Pita, dat is volgens mij echt het gevonden door iemand dat zijn schaap ontscheiden was en iets te lang ontvet over. Hebben jullie nog een flauwe mop? Hoe noemt de website van de duivenclub De Lustige Duif? www.delustigeduif.com. Kom. Filip, zou je niet fantastisch zijn als je op je 75 er nog zo uitzag als Herman de Croo? Ah, ik dacht dat je 95 was. Kan het hier even serieus alsjeblieft? Kom in onze openingsronde Jij bent voor mij, waarin onze mannen Lieke proberen te verleiden met hun mooiste metaforen. Beeldspraak waar Lieke het warm van krijgt. Jij bent voor mij als de kat die doodgereden is op straat. Ook al kom je nooit, ik zal altijd op u blijven wachten. Romantisch! Zo'n stem gehad, je hebt zo'n permanente stem. Ja, ik heb een auto-ongeluk gehad en sindsdien praat ik krapper. Filip, zou jij Lieke mee willen nemen naar België? Om door te verkopen of... Begin september een ravage aan in Florida en de Caraïbe. Irma, inderdaad. Filip, heb jij wel eens in een orkaan gezeten? Nee, maar wel al eens in een Irma. Achternaam is Goebbels. Dat is een beetje een merkwaardige naam. We hadden gisteren een beeldfragment met Jozef Goebbels. Ja, propagandaleider van Hitler. Ja, dat is geen familie toch niet, voor alle duidelijkheid? Verre familie. Is het? Mensen hebben een heel slecht beeld van die mensen, maar op familiefeesten was het...